Ik ben Jacqueline Duurland, ik ben filosoof. Ik heb in Haarlem de filosofiefabriek opgericht. April is de maand van de filosofie. En voor mensen die denken, oh, filosofie, dat is misschien wel interessant, daar heb ik misschien wel iets mee, heb ik een tip. 5 boeken die je zou kunnen lezen, die je dichter bij filosofie brengen en je beter het gevoel geven van wat heb ik er nou aan. Pierre Hadot, filosofie als een manier van leven. Dat is een heel bijzondere manier van filosofie bedrijven. Hij gaat terug naar de oude filosofen en kijkt naar filosofie als iets praktisch. En daar staan dus allerlei tips in om met het leven, zo moeilijk als het is, om te gaan. Een heel leuk boek geschreven door een enorme pessimist, Arthur Schopenhauer. Bespiegelingen over levenswijsheid. Eerst vertelt hij ons in zijn hoofdwerk dat het leven lijden is. En vervolgens in dit boek geeft hij ons de tips en tricks om er beter mee om te kunnen gaan. Een ontzettend leuk boek en misschien wel een soort zelfhulpboek avant la lettre. Een echt aanrader. Wat we van grote filosofen kunnen leren. En dit is een fantastisch boek. In allemaal segmenten, en dat kan je ook, hoef je niet van kaf tot kaf te lezen, maar het geeft handige ideeën en brengt je op ideeën ook om weer andere filosofen te lezen. Dit is een recent boek van Edith Hall, Wat zou Aristoteles doen? Aristoteles is natuurlijk een van de beroemdste filosofen, met name als het om ethiek gaat. En als je dan kijkt naar begrippen als solidariteit, zie je hier al wat je daarmee kunt en hij geeft ook handige tips. En Edith Hall heeft dat een beetje zo geschreven dat het heel toegankelijk is. Want als je naar de ethica van Aristoteles zelf gaat, is het nogal saai om te lezen, hoe interessant het ook is. Ik hecht enorm aan de filosofe Patricia de Martelaar. En dit is een Belgische filosofe geweest die prachtig kan schrijven zoals Belgen dat kunnen. Hè? Haar laatste boek gaat over Taoïsme, de weg om niet te volgen, zegt ze daarbij. En dat is heel aardig, want je ziet dat heel veel filosofen uitkomen bij Taoïsme en bij Oosterse filosofie. En juist in deze tijd, waarin we soms echt weer zoekende zijn, heeft die Oosterse filosofie ook heel veel te bieden. En Patricia de Martelaar neemt ons als het ware mee op een reis om te laten zien waarin het verschilt van Westerse filosofie en maakt het een beetje toegankelijk. Een prachtig boek om mee te beginnen ook dan. Ik denk dat dit boeken zijn die je helpen bij in te zien wat je eventueel aan filosofie hebt. En ze zetten je op het pad om te kijken van wat zou ik nog verder willen lezen? Wat zou ik nog verder willen weten? Wat spreekt mij aan? En dan heb je een hele mooie basis.